Goedemorgen, welkom bij deze maandagmorgen. Ik voel me echt best wel lekker. Ik heb mijn make-upje al gedaan, tenminste voor zover ik make-up doe. Mijn haar werkt vandaag lekker mee, dus dat is ook heel fijn. Het is bijna 9 uur, ik moet eigenlijk mijn werk. Ik ga even een rondje met Boris doen en even een worst voor hem uit de vriezer halen. Uit de scheur, zodat hij kan ontdooien. Pascal die is vandaag jarig, dus die heb ik nog gefeliciteerd. Cadeautje komt vanmiddag binnen, want ik was naar de on point met zijn cadeau. Wel Sinterklaas, dat is allemaal geregeld gelukkig. Dus de kinderen worden in ieder geval niet teleurgesteld. Hij gaat vanmiddag. Ik ga vanmiddag ook een bril uitzoeken, want zoals je weet heb ik zaterdag ook meegedaan. Dus er gebeurt genoeg. Dus ik dacht, nou, ik vandaag alweer uitslapen. Was gisteren laat, heb hard gewerkt. En toen werd ik om 8:50 gebeld door mijn liefstalige ex-man. Met, ik heb geen gymtas. Dat zou kunnen. Ben die vergeten? Dat lijkt me dan, ja, als jij hem niet hebt. Ik zeg, breng je hem eventjes? Zeg, ja, zeg, ik breng hem wel bij school. Kan je nu? Nee. Oh. Nou, dan hopen we maar dat het goed komt. Dag. Dag. Fijne dag, dag. Dus ja, anyhow. Die ga ik dan zo nog even brengen op weg naar mijn werk. En dan gooi ik even de gymtas af. En dan heb ik wel eventjes van, joh. Gymtas is bezorgd, kan ik vanavond feest zijn met de kinderen. En dan gaan we van even negeren dat hij dit keer niet denkt aan Pascal's verjaardag. Want dat vindt hij altijd heel belangrijk als ik denk dat hij vriendin zijn verjaardag. Maar blijkbaar hoeven we dat anders niet te doen. En gaan we wel lekker op dag beginnen. Ik ben naar mijn werk. Spulletjes afgepakt. Zijn daar. Borst uitlaten. Gymtas uitbrengen. Het wordt weer een hectische dag. Denk ik. Nee, hectisch. Gewoon lekker goed gevuld. Die moet Pascal nog brengen. Gelukkig is hij voor de rest van vandaag vrij. Ik moet alleen nog een beetje zaaien. Ik kan hier een beetje. Nog de grote dingen waar ik gisteren niet naartoe ben gekomen, heb ik daar moeten geven. Ik heb echt zoveel gedaan vandaag en ik heb gewoon geen enkele camera gepakt. Want ik heb dus gewerkt tot 3 uur. Toen heb ik het pakketje voor Pascal opgehaald bij de Groenrijk. Toen hebben we afgesproken bij de Pearl, vaak in Goes, waar ik een bril op uitzocht dit keer. Dat ging natuurlijk zaterdag niet goed. En nu heb ik 3 brillen uitgezocht, 2 gewone brillen en een zonnebril. Die wordt gemaakt op sterkte en dan moet ik hem maar gewoon aangaan. Dan moet ik het maar gewoon gaan doen. En, vergeet allemaal te zeggen, bij de Groenrijk stond best wel een rij bij de DHL, dus ik dacht, nou loop ik even door de winkel. En dan heb ik 2 van deze opgehaald, met lampjes erin, guirlandes, voor rond de trap. Ik denk dat ik nog eens, maar ik kan niet even kijken waar ik kom. Want vrijdag ga ik decoreren. Verder hebben we lekker varkensnaasje gegeten, natuurlijk speciaal maatje van Pascal is jarig. En die is nu met Fleur naar Turner. Ik heb het gefeest met de kinderen en ik ben nu mijn vlog van vandaag aan het afmaken. Die is as we speak aan het exporteren, dan kan die geüpload worden en dan kan die live. En dan kan ik gewoon beginnen aan de video van morgen. Morgen heb ik een lange dag, heb ik en een dagdienst en een avonddienst. Dus of ik dan de video, ja dat moet haast wel gaan, dat moeten we gewoon doen. Gaan we gaan beginnen, het is nog maar 7:15, gaat ons zeker lukken. Hoi, welkom bij deze dinsdagmorgen. Het is al bijna 9:30 en ik heb ook voor mijn gevoel best wel een lekkere ochtend erop zitten. Fleur die was blijven slapen na het turnen, dus heb ik met weggebracht naar school. 8:30 moest ze daar zijn. Ja, en daar heb ik geëdit en een beetje opgeruimd, de schoonmaakster komt zo. En Boris is nog naar buiten geweest, hij zit ook heel erg naar buiten te kijken. Het is ook mooi weer, mami. Mag ik alsjeblieft? Mijn laptop maakt echt een mega herrie. Want die is dus de video voor vanavond al aan het exporteren. Ik ben super blij dat die al af is. Want ik heb vandaag best een drukke dag. Ik heb namelijk eerst mijn gewone werk. Dan moet ik om 4:30 zijn. Dus ik moet zo mijn spullen gaan pakken. En dan breng ik haar om 4:00 terug naar de moeder. En dan moet ik om 4:30 weer bij het wijkteam staan. Want dan werk ik van 4:30 tot 11:00. Een avondroute. En dan ben ik klaar. En dan morgen is de gewone dag voor mij gewoon normaal. Oh nee, trouwens niet. Ik mag eerder naar huis. Mijn cliënt moet naar de dokter toe. Dus ik moet haar om 1:00 terugbrengen. Dat betekent dat ik gewoon lekker op tijd naar huis kan. En dan kan ik waarschijnlijk ook of een video film maken of een video edit of iets. Want de kinderen hebben gewoon de gastouder. En ik heb al zoveel uren over op mijn toeslagen. Ik mag geloof ik, ik ga zeggen 60 uur in de maand ze daar brengen. Nee. 26 of zo. En de manier waarop ze het berekend hebben volgens mijn contract is dat ik ook de helft van de vakanties opvang. Dat is een beetje hun standaardregel. Maar we hebben nooit opvang nodig in de vakanties. Geen hele dagen in ieder geval. Eigenlijk sowieso bijna nooit. Dus die uren hou ik allemaal over. Dus ik heb dit jaar echt al superveel uren nog staan die ik nog moet inleveren. Dus ik denk dat ik ze maar gewoon die middag laat blijven morgen. Dan kan ik vast wat voorbereiden. Ik ben nog wel een beetje gaar. Anyway. Dus ik ga nu eventjes
hier nog een klein beetje puinruimen. Even kijken, even alle kamers even doorlopen of dat nu goed is voor de schoonmaak, want die komt binnen nu een kwartier. En dan ga ik mijn lunch maken, mijn snacks maken, mijn avondeten maken of meenemen. Boris nog een keertje uitlaten en dan mijn werk. En dan zie ik jullie waarschijnlijk tussen de twee diensten door. Vaak kan ik bij mijn avond ook nog wel wat filmen, want ik heb vaak gaten. Dus ik hoop dat ik zowel in mijn pauzes als in mijn gaten in mijn dienst van vanavond nog wat extra kan editen. Want ik heb nog 1, 2 video's die ik nog, die wel gefilmd zijn, die nog 3 video's die gefilmd zijn en die geëdit kunnen worden voor Vlogmas. Dus dan kan ik misschien een beetje voorlopen. Dat zou fijn weten. Maar goed, hè? Wishful thinking. Zo, het is nu 4:15. Het is echt gewoon al donker bijna buiten. Ik ga lekker aan mijn route beginnen. Kijk of het niet al aan staat als ik goed aan zit. Ik sta tot 11:15 ingepland. Het was echt weer een drama. Shh, ja, dank u. Want ik kwam dus. En ik sta dus niet op de lijst. Ik sta op. Er staat op dat Jidditja moest werken en Marjan. Ik heet geen Jidditja en ik heet ook geen Marjan. En Marjan ken ik en Jidditja niet. Dus oké. En wat wil je dat ik doe? Ja, die anderen zijn er nog niet. Dus wil je dan even wachten? Want in de planning stond ook dat ik inderdaad niet hoefde te werken. En dat staat wel in mijn e-mail. En dus terwijl we staan te wachten tot iedereen komt, vraag ik aan haar, diegene die de planning dan doet, van goh, sta ik dan wel op voor de volgende datum? Check dat dan even, want die heb ik wel in mijn e-mail bevestigd gekregen. En ik noem die datum op en ze kijkt naar me en ze zei, weet je wat ik denk? Zegt, daar gaat een katje vallen. Zeg, ik ben vanochtend bezig geweest met je dit jaar over van waarom zij zaterdag en ochtend, zaterdag en zondag, 14 en 15 december, niet naar haar agenda had staan. En dat kon ze kan niet zo alleen maar avond doen. Maar ik had erop staan voor de ochtenden. Dus, maar ik heb ze dan bevestigd aan jou. Dus ze heeft gewoon onze namen door elkaar gehaald. Ze heeft aan mij bevestigd dat ik die diensten moet draaien. En vervolgens heeft ze die diensten in de planning gezet onder je ditje. Niet heel handig. Dus gelukkig alles gecheckt, alles gecontroleerd. Daarna ga ik iets later van start. Namelijk wel 17 minuten later. Gelukkig is dat niet heel erg met de rekening. Ja, want ik mag gewoon lekker in Vlissingen blijven. Dat vind ik wel chill. En ik had eigenlijk gewoon niet zoveel zin vandaag. Ik heb gewoon niet zoveel zin om te werken. Mijn route is redelijk aansluitend, dus dat is wel chill. Gelukkig niet nergens een uurtje over of wat dan ook. Dus we gaan er gewoon het beste van maken. De enige rade vind ik dan als je van 11:30 tot 11:00 werkt. Dan werk je technisch gezien 6:30 uur. Dus ergens zou je 1:30 uur pauze ingepland moeten hebben. En dat heb ik dus niet. Er is nergens een aaneengesloten 30 minuten pauze. Dus als dit een gewone werknemer zou zijn, iemand onder contract, dan zijn ze arbotechnisch strafbaar. Maar arbotechnisch, hoe zeg je dat? Dan zijn ze strafbaar. Niet strafbaar. Mag een keertje, maar dat mag niet iedere dag. Dus anyhow, we gaan van start. Oh you guys. I'm like slowly dying here. Oh, het was vannacht. 12:30 of zo. 12:30 in het bed lag. En ik kon gewoon niet slapen. Ik lag niet lekker met mijn nek deze keer. Ik heb verstopte neus. Het was echt. En ik was gewoon 6:30. Gelijk niet als wakker wekker. Ik was over 6:30 gewoon wakker. Gewoon wakker. En nu is het bijna 7:30 en dan val ik natuurlijk bijna in slaap. Dus ja, ik ben vandaag van 9:00 hier weg en dan ben ik 1:30 alweer terug. Ik mag een kort dagje vandaag kiekjes erop halen. Jeetje, ja. Vandaag maar vroeg naar bed, want dit wordt niks zo. Ja, ik kan het niet, buddy. Ik kan het niet. Ik ben nog niet zo veel, ik weet niet of ik het aanhoud, maar ik ga even wat aan. Nee, ik moest even wat verzinnen. Ja. Popje toch. Dus ja, ik ga even een beetje. Laptop nu wel weer aan het opladen. Dat heb ik gisteravond niet meer gedaan. Ik moet iets verder afleggen. Ik heb nog 1 cadeautje dat ik moet inpakken. En. Nee, 2. Dus weer, oh, hier. Sorry. Ik moet nog 2 cadeautjes inpakken. En ik wil even een beetje puinruimen hier voordat de kindjes terugkomen. En ik moet nog mijn video van vanavond editen. Hoewel, nee, ik moet niet helemaal editen. Dus ik ben echt wel. Lekker weg. Gisteren nog wat te doen. Hé? Ja. Dus. Tot zover mijn moeder maar. En het is alweer 5:00. Ik had natuurlijk maar 1 uur werk. En dan had ik bedacht dat ik zou gaan editen en op tijd ging ik ze ophalen. Maar toen appte mijn schoonzusje van ga je nog even mee naar Groenendijk. Dat was op zich ook wel een leuk idee. Dat is al lang geleden dat ik, niet lang geleden in Groenendijk ben geweest. Maar dat ik echt op mijn gemak iedereen heb gelopen zonder echt van dit heb nodig. En ik heb het volgende gekocht. Dus
ben ik bij de karwei geweest, maar hè. bij de karwei heb ik de connector en de strings. Ik heb nu nog zo eentje die echt een loopje loopt. En dit is gewoon dan echt zo'n rechte lijn. Kijk maar. Ja, maar zo'n rechte lijn, dus dan hoef je niet rondom je kerstboom. En dan kan je gewoon zo erin steken. Dus dat leek mij heel handig. Met een connector, die kan je even nog uitbreiden. Dus dat lijkt me ook wel ideaal. En deze zag ik dan bij de Groenrijk. Ik heb zo'n tafelklem voor over de eettafel voor de kerst. En dan kan ik die daar aan hangen. Ik heb wat extra decoratieve haakjes. Batterijen, want ongeveer alles wat je laat heeft batterijen nodig. En deze dan voor strakjes. Ik denk dat ik ze in mijn wc ga zetten. Die op een rij. Dus met het potje erbij. Vond ik wel leuk voor de kerstsfeer. Kinderen hebben ook dit gekregen. En ze hebben ook van Jannie, van de gastouder, allebei een kleurboek. Bij Sinterklaas, hè? Sinterklaas is ook bij Jannie geweest, hè? En Brooke heeft een kleurboek. En ze hebben allemaal dat ze maskertjes kunnen maken. En Logan heeft een opdrachtjeboek. Veel stiftjes en ook maskers. Oh ja, jij hebt ook nog stiften, hè? Wow, die zijn wel cool. Zijn stempelstiften, roller en marker. Wauw. Ja? Wauw, wat leuk. En als je maar één keer doet, wat wordt het dan? Ik weet het niet. Wat wordt het dan? Dan wordt het een Batman of zo. Kijk hoor. Het is een smiley. Kijk, het is een laat eens los. Nou. Ja! Ja, dan moet je één keer zo rollen. Moet je hem één keer zo goed neerzetten zo. En dan je... Zie je, dat zijn de smileys. Het zijn wel hele bijzondere smileys, maar het zijn smileys. Dus ja. Voor de rest staat heel mijn tafel weer vol. Pascal's frietpan gehad voor zijn verjaardag van mijn moeder. Die heeft ze hem op de kom opgestuurd. Nou, dit hebben de kinderen dus al gelijk in beslag genomen. De tekening die ze bij Jannie gemaakt hebben. Logische gymtas. Brukter schooltas van de vader. Logische schooltas van zijn vader. De zwemtas. We zijn nog eventjes langs de supermarkt geweest. En ik had geen chicken tonight nog. Nou, toen hebben ze gelijk alles nog uitgezocht. Ik ga die opdoen. Ga je die opdoen? Oh, ik zal wel even wachten tot de ink droog is, schat. Ja, oh, kijk. Uh-oh, kijk eens. Pak maar even een doekje voor je toe. Dan krijg je het misschien een beetje nog van. Nee, geen doekje. Ja, je kan niet zo blauwe toet houden. Dat is een beetje gek, hè? Wel. Mama, mag het even opruimen? Ik wil wel een blauwe toet. Oh, wil je wel een blauwe toet? Nou, dan moet je volgens mij even een bal doen dan. Op de groene moet je drukken, hè? Nee. Alleen op de groene en dan richten. Wat is richten? Zo mikken. Richten. Ja? Wacht even, kijk. Oh, je moet hem even andersom houden. Je moet hem zo houden. Oh. Zo, en dan op de kaarsjes klikken. Zo? De groene, hè? De groene. Ja. Waar zit de groene? Zo? Ja. Op de allebei? Nee, je hebt eentje maar. Kijk. Ja, klik. Klik hoor. Zie je? Ja, en nog eentje. Die nog? Ja. Mikken. Ja, daar gaat hij. En die erboven? Nee, ik ga niet deken. Ja, die doet het niet meer, schatje. Die. Klik, klik, klikken. Dat die hoger moet zijn. Maak je arm. Kom eens eventjes. Zo. En die andere? Gezellig. En die andere doet het niet, schatje. Die erboven. Moet maar een nieuw batterijtje in doen. Gezellig, hè? Lekkere kaarsjes aan. Oh, wauw. Nou, vertel maar verder. Wat gebeurt er nog meer? Oeh, Pippi, kijk daar. Geen auto. Ik wil dit lezen. Ga maar lezen. De... Ik ben al hier. Sorry, dat is al ver. Ik heb deze al gedaan. Deze moet ik nog doen. Maar volgens mij moeten Woezel en Pip zich omkleden. Woezel en Pip gaan opkleden. Ja. In een Sinterklaas en zwarte Piet. Pip is zwarte Piet. En Woezel is Sinterklaas. Wow. Verder. Ik vind dat Brooke al heel goed kan lezen voor vier jaar. Ja. Zo, bijna een in mijn neus. Dat is wel lekker. Wat ben je aan het doen? Eens kijken. Oh, je hebt het al op je gezichtje gehad. Oh, moet even goed kijken. Even je hoofd omhoog. Heb je wat op je wimpertjes gedaan? Heb je het al opgedaan? Ja. Ik zie het. Maar we moesten eigenlijk eerst nog even ons gezichtje schoonmaken. Oh. Maar dat geeft niet. We hebben het even omheen. Niet aan je ogen, vrienden. Vind je lekker nu, ja? Nee, dat doe ik niet. Wat voor dag is het vandaag? Weet je dat? Zondag. Nee, dat is dom.
Donderdag. Donderdag. Het is vandaag pakjesavond. Dus, Roeske is vandaag begonnen bij zijn nieuwe opdracht. Dus die is al heel vroeg vertrokken. Dus bij de hele ochtend natuurlijk is het gelijk anders, want ik heb hem niet gezien. Ik heb een jakkebadje. En we begonnen al gelijk goed aan Brook Tees. Want laat was het. Die was niet zo veel laat, om 6:45 of zo. Niet heel vroeg. Kijk, en dan nu die eventjes over, nu niet meer over je neus en over je wang. Maar niet meer over je ogen doen. Hoor. Want trouwens doen we maar allemaal slaapjes ook. Oh, dat doe ik niet. Dus, kijk, een beetje zo. Oh, kom maar lekker. Ik zou niet op je lippen doen. Dat hoeft niet. Dus ja, Brooke is even met mij in mijn hokje aan het aankleden. Ze zal heel graag beneden aankleden, hè? Oké. Zo. Dan wil ik wel heel graag beneden aankleden, hè? Ja. In het hokje van mama. Ook net als mama make-up. Niet dat mama heel veel make-up heeft. Laten we eens kijken. Want dit hoort niet op je neus te zitten. Ik ben een beetje een prut oogje, meisje. Mama, het is heel even een beetje weg, toch? Neusje. Een prut oogje. Prut oogje. Ik ga er niet in. Mama, nee, ga ik zelf? Ik moet even kijken in de camera dan. Kijk, hier zo. Het is helemaal prut in je oogruimte, hier zo. Mag ik even weghalen? Je kan er niet in, ben je daar? Ik heb je ontstoken oogje. Dan gaat het heel veel pijn doen. Moet je het even zelf proberen met het vatje schoonmaken? Ja. Kijk, zie je het? Kijk, dit oog. Zie je er allemaal prutjes in? Zie je dat? Probeer maar. Nee, maar als je het niet hebt, dan heb je pijn. Dan gaat het straks heel pijn doen. Zo gebeurt het voor mama. Mama en zuster, dat kan ze. Mag ik het heel even doen? Dan haal je mijn handje weg als ik het spannend vind, oké? Okay? Moet je wel goed gaan staan, niet dat je kan vallen, dat heb ik. Ja, hou je ogen eens met dicht, dat mag ook. Hier is altijd een stukje. Ja. Ik heb hem al bijna. Hoofdje open. Oké, nee, doe even gewoon zo blijven. Ik doe niet meer. Het is klaar. Oh ja. Hij zit aan je wimper. Goed zo. Oh, hier zit een prutje. Zie je dat? Marike. Ja. Ja. Doe maar even met je watje even onder je oogje. Kijk maar. Ja. We gaan wel lekker even een crepje doen. Crepje. Dagcreme. Kijk, dagcreme. Nou, pak hem even. Even zien je doen. Ja, pak maar. Is het zacht? Ja, het is heel zacht. Het is dus dagcreme. Is crème. Jij voor je toetie. Hier is dit. En aan de man kan het altijd zo, maar even de voorhoofd zo, even zo lekker in crème. En dan gaat het gewoon een zuchtje zo, op een warmte. En dan even, ja, en een knietje. Knietje. Ik heb een neus voor mijn wangen, zo over mijn kaakje. Lekker. En dan moet ik even wachten met mijn make-upje, maar anders dan gaat alles door de war. Eerst even het crempje lekker laten intrekken. En dan gaan we zo nog even make-up, oké? Kijk, daar ben je helemaal lekker zacht. Oh ja, lekker zacht hè. Gaan we lekker boterham eruit halen. Mama, wat wil je dan eten? Wat hebben we dan? Dan wordt het een beschuit of een cracker. Een beschuit. 1 of 2? Of 3? 2. Okay. Zou je broer wel een boterham willen? Met muisjes. Met muisjes? Nou, mama heeft geen beschuit met muisjes, schatje. Ik heb alleen beschuit. Ja. Je kan er hagelslag op krijgen. Zal mama,
Zal mama vandaag kijken of ze muisjes kan kopen in de winkel? Maar meestal eet ik ook gaan mijn muisjes opnoemen als er een baby geboren is. En is bij mama al heel erg lang geen baby meer geboren. De laatste was jij. Jij was mijn laatste baby. Zo lang is het al geleden dat ik beschermde muisjes in huis heb gehad. Ga je vast de vloer voor me dweilen? Ik ben weer terug van weg geweest. Ik heb wat serieuze schade toegebracht aan de rekening. Ik heb niet alleen de boodschappen gedaan, ben niet naar de bakker geweest. Ik ben ook naar de H&M, de Sena, de Ethos en de Galangal en de Appie geweest. Allemaal voor of vanavond of voor kerst of was. Of, even kijken wat dat ventje aan het snacken was. Ja, de kinderen hebben allemaal een kerstoutfitje. En Lona en Brooke hebben ook een extra outfitje. Omdat ze twee kerstdagen bij ons zijn. Plus, dat ze ook nog kerst neer hebben. Dus dat tweede outfitje komt er toch wel van pas. En we extra brood van de bakker. Eten voor de hele week. Fleur en Meek hebben dan ook wel een kerstoutfitje. Dat heb ik al gevonden. Moest een cadeautje hebben, want ik heb ook een verjaardag. Nou ja, dat soort dingen. Het is ondertussen 10:45. Ik ging gelijk vanuit school. Dat was ook jammer. Ik had mijn telefoon niet mee en de camera niet. En we kwamen op het schoolplein en zei Loki, ja, we gaan niet meer binnen hoor. Ze zei, we gaan niet meer binnen, het was gekuil buiten. En zei, nee, Sinterklaas komt. Oh. Had fijn geweest als ik van tevoren had geweten, had ik de camera meegenomen. En hadden die kinderen misschien ook een pietermuts of zo opgedaan. Maar nu was het gewoon van, ja. Beste man is aangekomen en met zijn pietjes. Hartstikke leuk. Die gaat dus alle klassen langs. Ik ga dit nu even opruimen. En dan boodschappen zo'n blog filmen. En dan ga ik zitten. Gelukkig is Pascal vandaag begonnen bij zijn nieuwe opdrachtgever. Waar die, ik geloof dat hij in december 2 dagen werkt per week ongeveer. Dat de kerstvakantie van in ieder geval een paar dagen in de proef moet draaien, in moet draaien. En dan vanaf januari, februari werkt hij daar gewoon fulltime. Maar dat betekent dus dat hij niet naar huis komt voor de lunch. En dat is natuurlijk voor mij heel jammer, want donderdag rijden we altijd samen lunchen. Maar nu... dus niet. Maar dat betekent ook dat ik niet per se om 12 uur klaar zit op de boterham. Dus ik kan het op mijn gemakje doen. Doe dit. Nou, laat maar eens zien. Wat heb jij allemaal gekregen van de Sinterklaas op school? Het Sinterklaasboek met en het kleine hoogtevreespietje. Ja, deze heb ik op school. Wauw, nu kan je hem ook lezen. Ja, dat vind ik wel echt heel cool dat jij die hebt gekregen. Een knikkerbaan. Een mega grote knikkerbaan, dat is leuk. Ja, en wat heb je op je hoofd? Wat staat er op je hoofd? En? Pietermuts. Je zit hem zelf gemaakt. Leuk, heb jij ook nog laten zien wat je hebt gehad? Of ben je te druk bezig met liedjes luisteren op mijn telefoon? Ik heb een uil. Een uil? Wordt het even ik heb een soort van... Mega bellenblaas. Ik ben bij de klas. En ik ben de nacht aan het luisteren. Nee, de nacht aan het luisteren. En je hebt een nieuw boekje meegekregen van de juf. Dag, wacht. Dit nacht. Wauw. Dus nou ja, hij gaat ook luisteren. We gaan even drinken. En dan ga ik daarna even weer... Oh ja, dat moet je niet hebben. Ik zet hem even weg. En dan ga ik even opruimen. Gaan we drinken. En dan ga ik proberen te kijken of ik mijn video kan inspreken die op 4 december dan live is gegaan. Dus de opruimvideo. Hier zo. Hier zo, iCard. Hoop ik dat ik in de regen 100 uurtje nog wil luisteren. Want dat kreeg ik gewoon net niet meer af. Dan moest ik ook nog dingen naar school brengen. En ik hoor ze uitlaten en noem maar op. Dus, nou, om 5:15 komt de eerste visite dus. Bedankt. Het is nu half tijd denk ik. Hoop ik, wil ik, wens ik. Net voordat de visite komt, gaan mijn kinderen even alles onder het glitter doen. Ze gingen nog even Sinterklaas knutselen. Hij is wel leuk, zeg. En maar eigenlijk wil ik Sinterklaas ook tegen. Ja, maar je hebt Amerika al zo snel. En er zitten vingerpoppertjes bij.
Wee, I like it. Maar de laatste. Maar dan hebben we dan ook nog iets open voor Eva. Nee, je hebt die nog. En we hebben deze nog. En deze nog, mocht ze willen knutselen. Want ik weet niet precies hoe laat ze komen. Maar je heel goed dat je ook een andere kindje ziet. Dat is heel fijn, hè? Want eigenlijk is deze voor mij eigenlijk hoe we deze. Die eigenlijk is die voor Eva thuis bij. Ja, maar misschien wil ze zelf wel wat maken, hè? Misschien. Maar toch maak ik deze dan voor. Oh, nee, gelijk. Weer eens. Voor de zak. Nee, ik vind het even wel. Heb je zin in Sinterklaas? Pakjesavond? Heb je zin in pakjesavond? Wat hoop je dat je krijgt? Alles wordt op een lijstje stop. Lieve barren! Maar wat wil je het allerliefste? Mooi zit ook een andere glitters. Maar wat wil je het allerliefste, Logan? Ik wil kijken! Wat we echt nodig hebben. Een iPad. Oh, oké. Heb je wel echt nodig, wel een luxe probleem. En jij, wat heb jij het allerliefste? Ook een nieuwe iPad misschien? Ik weet het niet. Boris, niet kleren. Ik denk iets voor Popje. Ja, niet lopen kleren. Ga maar gewoon lekker aan tafel zitten. Ziegins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. Ben ik ook benieuwd hoe het is. Zie Pieter nou lachen. Hij zoekt naar de boot. Wie stout is, geen bal. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij. Voorzichtig, want er kunnen breekbare dingen bij zitten. Hoe groot cadeau is dat? Oppassen dat je hem niet openmaakt, hè Logan. Er zit al schudden. Oh, dat schiet wel lekker op. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind, ik ben benieuwd. Voorzichtig openmaken dan hoor. Zou het een ei? Nou, dat geloof ik niet hoor. Het is altijd goed. Is een hoesje? Nee, ik ben nu niet meer eten. Als het breekt, moet je wel voorzichtig zijn. Ja hoor. Want ik kom van Sinterklaas. Oh, doet dit? Nou, of Sinterklaas het is. Die man die weet zich ook alles, hè? Wordt het heel nou. Daarom geeft de Sint jouw chocola. Kleine Piet ging uit fietsen, toen knalde zijn band. Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat...